Hey jongens en meisjes, we staan hier op de site van Aquafin. This is where the magic happens, want het vuile afvalwater wordt hier achter mij gezuiverd, zodat het weer proper in de rivieren en beken kan stromen. Maar hoe gaat zo'n zuivering eraan toe? Ik ga het jullie tonen. Kom maar mee. Manu? Hey. Manu? Nee, ik ben Gijs, de gekke professor. Ja, ik ken de hele site van Aquafin helemaal van binnen en van buiten. Stel dat ik toch iets zou vergeten, dan kan ik het altijd opzoeken in mijn Aquafin encyclopedie. Ja, maar nu, Gijs, als je het dan toch zo goed weet, kan je mij eens uitleggen wat dat hier achter ons is? Oh, hier achter ons komt het vuile rioolwater binnen. En de vijzels die brengen het rioolwater naar de mechanische zuivering. Mechanische zuivering? Ja. Dat is langs daar. Kom, ik zal hem eens meepakken. Oké. Ja, en hier gebeurt dus de mechanische zuivering. Hier wordt al het grof vuil uit het water gefilterd en naar een container gebracht. Kom, we gaan eens kijken. Klaar? Ja. Oh. Amai, dat stinkt. Kom, ga verder. Oh. Maar nu, Gijs, dat lijkt hier wel op een zot groot zwembad. Ja, maar dat is het niet hoor. Dit is het beluchtingsbekken. Hier worden fosfaten en nitraten uit het water gehaald. Fosfaten en nitraten? Fosfaten en nitraten die zitten bijvoorbeeld in dingen uit ons dagelijks leven. Bijvoorbeeld fosfaten, die zitten in zeep. En nitraten, die zitten in onze kleine of grote boodschap. En hoe worden die dan uit het water gehaald? Oh. In het water zit slib. En in dat slib zitten kleine micro-organismen. Het zijn hele kleine beestjes. Zo klein zelf, dat je ze alleen maar met een microscoop kan zien. En zij eten die fosfaten en nitraten op. En zo wordt het water terug schoon. En is het omdat die beestjes zo goed hun best doen, dat we daar al die belletjes kunnen zien? Die beestjes die hebben natuurlijk ook energie nodig om te werken. En die energie die halen ze uit zuurstof. En om de zuurstof te geven, spuiten we af en toe een beetje bellen in het water. Nou zo, interessant. Cool hè? Ja. En dit is nu de nabezinktank. Kijk, de kleine micro-organismen, die kleine beestjes waar we het daarnet over hadden, die hebben ondertussen hun buikje helemaal volgegeten. En die zijn zo zwaar dat ze helemaal naar de bodem van de tank zakken. Maar er blijft natuurlijk altijd wel nog een beetje slib over. En een deeltje van dat slib wordt hier opgehaald en een ander deel van het slib wordt daar verder verwerkt. En als alles goed gaat, dan hebben we hier nu proper water. Kijk maar. Wow. Ja, ik droom er eigenlijk zelf van om ook water te zuiveren. Maar dat kan, hè, Tineke. Echt? Maar ja, kom, naar het labo. Voilà, Tineke. We zijn hier in het prachtige labo van Aquafin. En hier gaan we dus water zuiveren. Maar ja, om water te zuiveren heb je natuurlijk zand nodig. En ik heb hier verschillende potjes staan. En aan elk potje hangt natuurlijk een verhaal. Zoals dit potje. Dat ben ik gaan halen bij The Queen in Engeland. Heel toffe madame. Zo lief. En die hondjes blaffen, blaffen, blaffen. En ik zeg tegen die vrouw, ik had graag... Dan hier heb ik wat zand van Jo de Porter. Dat is een royalty watcher. Ook een heel sympathieke zeg, man. Professor Gijs, sorry hoor, maar gelast. Tineke. Ik ben het, hè. Ah, het is Manu. Het is gewoon Manu. Ja. Allee, we hadden dat helemaal niet door, hè, jongens. Ah, nee. Oké, maar Manu, ik zou zeggen, we pakken gewoon één potje zand. Want al die soorten, dat is wel wat veel werk natuurlijk. Ik zal even in mijn encyclopedie lezen hoe je het water dan moet zuiveren. Wat hebben we allemaal nodig? Een petfles, alsjeblieft. Een nylonkous. Een mesje. Opgepast, is gevaarlijk. Altijd met mama, papa, oma, tante, opa, nonkel doen. Of andere familieleden. Elastieken.
Ja? Verschillende soorten zand hebben we. En dan uiteraard nog afvalwater. Heel wel. Voilà. Oké. Stap 1. Snij de fles op ongeveer 1/3 van de onderkant open. Dan moet je de nylonkous over de dop van de fles bevestigen met een elastiek. En dan moet je het bovenste gedeelte omgekeerd zetten op het onderste. En nu moet je verschillende zandsoorten, dus onze zandsoort, in de fles doen en kijken welke zandsoort het beste filtert. Dus we beginnen met die van de Queen. Yes. Voilà. Okay. En dan moet je daar het afvalwater bij doen. En dan wachten. Inderdaad. Tot het gezuiverd wordt. Tineke, wist je trouwens dat hoe fijner de korrels, hoe zuiverder je het water krijgt? Dat wist ik niet. Maar nee. Ja, zoals jullie kunnen zien is het vuile afvalwater helemaal proper geworden. En ik denk me nu dat we dat gewoon terug moeten brengen waar het vandaan komt. Maar ja, kom op naar de beek bij Aquafin. Oké, let's go!